Voor de eerste keer dit nieuwe jaar is er vogelgriep geconstateerd bij een Gelders bedrijf. Het gaat om een leghennenbedrijf in Loo, in de gemeente Duiven. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 60.000 dieren op het bedrijf geruimd. Er hoeven geen andere bedrijven geruimd te worden. Wel geldt er binnen 10 kilometer van het besmette bedrijf een vervoersverbod. Sinds oktober vorig jaar is er al een landelijke ophokplicht.